Annemarie, mag ik even met jou meekijken, met jouw perspectief, met jouw blik op de wereld? Wat is jouw wereldbeeld eigenlijk? Ik vind wel dat we in een mooie wereld leven. In een wereld waar grote uitdagingen liggen. Het toenemende verschil tussen arm en rijk is een opgave. En daar hebben we weinig hoop nu nog. De andere kant is dat als je kijkt naar de Sustainable Development Goals en de millenniumdoelen daarvoor. We hadden een doelstelling om honger in 15 jaar te halveren. Dat is in 12 jaar gelukt. Dat betekent dat we grote uitdagingen wel heel goed kunnen oppakken met elkaar. Maar het toenemende verschil tussen arm en rijk is een groot vraagstuk. Een grote uitdaging waar we met elkaar iets aan moeten doen. Dan natuurlijk de opgave waar we allemaal mee bezig zijn vandaag. En dat is klimaatverandering. Direct stoppen van klimaatverandering door circulaire economie, door elektrificatie, door steden en bewoonde gebieden aan te passen naar de eisen van vandaag de dag. Omdat het zo ontzettend hard regent, stormt en natuurlijk de zeespiegel stijgt. Maar daar is het hoopgevend. Dus als je veel van de initiatievenlinia doortrekt, dan ziet het er niet goed uit. Maar als je echt goed de exponentiële groei in kaart brengt en alle initiatieven en ideeën die nu nog in een hele kleine fase zitten doortrekt, dan ziet het er heel hoopgevend uit. Zo hard gewerkt moeten worden, maar ook wel leuk gewerkt worden. En dat, maar daar heb ik wel een hoopvol wereldbeeld bij. Ja, en helpt innovatie daarbij? Ja, innovatie helpt daar natuurlijk heel erg bij. Omdat innovatie is natuurlijk niets anders dan het vormgeven van de toekomst. En die transitie daar is vernieuwing, bijvoorbeeld deelmobiliteit, omdat alle steden dichtslippen, alles op waterstof en duurzame energie. Het hele belangrijke innovatiegebieden, maar ook heel veel blijft hetzelfde, dat moeten we niet vergeten. Dus iemand die blijft een dagritme willen hebben en een huis. Dus soms dan zullen dingen in een andere vorm terugkomen, maar zijn ze wel gewoon hetzelfde. En we zullen ook dingen verliezen. Moeten we ons ook heel goed realiseren. Fossiele brandstoffen willen we niet meer. En ook de intensieve veehouderij, zoals die vandaag de dag is, dat zal stoppen. Dus de innovatie is ontzettend belangrijk, maar het gaat natuurlijk over de transitie. En daarin blijven ook dingen hetzelfde, daarin verliezen we ook dingen. En daar komen prachtig nieuwe oplossingen bij. Dankjewel. Alsjeblieft.